naturalisatie innemen een prima maatregel op het moment dat het ook echt de samenleving beschermt. En wanneer doet het dat? Dat doet het op het moment dat je zo iemand ook daadwerkelijk ook het land uitzet. Ministers Weerwind en Yirsugus laten weten dat het laten reïntegreren van deze ex-gedetineerden van de terroristenafdeling in de samenleving ook helemaal geen doel is. Zij moeten naar het land uit omdat dat het beste zou zijn voor de nationale veiligheid. Maar ja, dat is nu net het probleem. En bij mensen die niet het land uitgezet kunnen worden, wordt het lastig om ze vervolgens goed te volgen. Want die hebben dan geen toegang tot werk, geen toegang tot onderwijs, geen toegang tot voorzieningen, omdat ze illegaal in Nederland zijn, dus zonder documenten. En kunnen daardoor dus niet toegang krijgen tot voorzieningen. En dan wordt het ook lastig om te resocialiseren, eigenlijk weer een leven op te bouwen in Nederland. En doordat je zo iemand het land niet uit kunt zetten, om welke reden dan ook, en zo iemand hier dus de illegaliteit in belandt, creëer je eigenlijk een soort van een averechtse werking. Eigenlijk is mijn oproep: denaturaliseer alleen op momenten dat je iemand daadwerkelijk ook het land uit kunt zetten, want dan bescherm je de samenleving.